Het is inderdaad zo dat de instroom aanzienlijk is. Dat wij, en dat is een nieuw fenomeen voor onze regio, toch wel geconfronteerd worden met een groot aantal vreemdelingen, vluchtelingen, asielzoekers die naar onze stad en onze streek zijn gekomen. Dat heeft effect op verschillende aspecten van het dagelijks leven, maar vooral in het onderwijs zou ik zeggen, waar leerkrachten geconfronteerd worden plots met een groot aantal anderstalige kinderen in de klas, wat die leerkrachten voor zeer grote uitdagingen stelt. En ik denk dat het een taak is van een lokaal bestuur om die leerkrachten te helpen om met die uitdaging om te gaan. Wel, zoals ik al zei, onderwijs is heel belangrijk. Ik denk dat onderwijs de sleutel is voor integratie in de samenleving, voor emancipatie van het individu. En dan ben ik toch wel fier en tevreden dat wij erin slagen om al die kinderen die naar onze klassen, naar onze scholen komen, dat je eigenlijk ziet dat die kinderen op een vrij succesvolle manier dat onderwijs doorlopen, dat die diploma's halen en dat die dan later ook een weg vinden naar de arbeidsmarkt. Maar ook, en dat is even belangrijk, een weg vinden naar het verenigingsleven, naar sportorganisaties enzovoort.